sta momenteel voor werk, want ik moet dadelijk hier naar binnen. Ik dacht, ik open vandaag een snelle vlog, want ik ga dadelijk nog wat leuke dingen doen. Ik moet namelijk met 2 uurtjes werken vandaag. Dus ja, ik ben heel snel klaar. Ik kom net van de fiets, vandaar dat ik lekker rood ben. En ja, dat is het eigenlijk. Dus neem je lekker mee. Yo mensen, ik ben ondertussen klaar met werken. Ik ga dadelijk mijn broertje even lekker de stad in. Ik zit nu even op de trap, want ze zijn nog niet thuis. En ze kunnen elk moment aankomen, want ik heb ongeveer 2:30 afgesproken. En ja, dat is het eigenlijk. Dus ik zit hier even op de trap. Mijn hand moet nu naar boven. En dan moet ik daar wachten en daarna weer naar beneden. En hier ben ik een beetje lui voor. Dus ja, dat is het eigenlijk. Ik heb niet echt heel veel nuttigs meer te vertellen. Even kijken voor nieuwe broeken, want ik heb nieuwe broeken nodig. Ik had laatst een hele mooie broek gezien bij Levi's. Alleen, dan betaal je gewoon bijna €150 voor een broek. Ik dacht, ja nee, dat ga ik niet doen. Want ik weet hoe vaak ik spijkerbroek aantrek. Nou, bijna nooit. Dus nu dat ik een spijkerbroek aan heb. Wow, speciaal. Dat heb ik bijna nooit. En dat vind ik dan echt heel zonde. Dus ik ga even kijken bij de Primark of misschien ergens anders of zo. En ik neem jullie even lekker mee. Nou mensen, mijn broertje en ik zijn in de stad geweest. En we hebben als lekkers een cadeautje gekregen van mijn vader. Chocolade, letten. Al lief. En we hebben nog wat lekkere dingetjes gehad. Ik heb hier een macaronnetje in zitten. En nog wat scherpsnoepjes. Ja, dat was onze winkeldagje. Voor de rest hebben we niks gehaald. En hij heeft wel een nieuwe pak. Mooi. Ja. Hoi allemaal, welkom weer bij een nieuwe dagvlog. Ja, dagvlog. Ik sluit hem eigenlijk dadelijk wel weer af. Maar ja, ik was vandaag vrij. Ik ga even mijn dag bespreken met jullie trouwens. Ik was vandaag vrij. Mijn vriend ook. We hebben vanochtend lekker uitgeslapen. Daarna hebben we samen ontbeten. En ik had vandaag afgesproken met een hele goede vriendin van mijn moeder. Wat voelt voor mij als een zus. Want ze staat altijd voor me klaar als wat is. En weet ik veel wat. Ik heb vandaag ook met haar dingen besproken. Maar dat kan ik nu nog helemaal niks over vertellen. Dus dat ga ik ook niet doen. Dat hou ik lekker voor mezelf. Dat mag nog helemaal niemand weten. Pas als alles helemaal vast staat, dan kan ik het jullie vertellen. Maar dat is nu nog niet. Dus ik ga ook niet vertellen waar het over gaat. Of wat het is. Of wat dan ook. Dat horen jullie vanzelf wel. Het kan nog wel heel lang duren. Maar ik kom er nog op terug. Dus vandaar heb ik vandaag niet gevlogd. Het is niks ernstigs, btw. Niet dat jullie dadelijk denken van, is dat ernstig? Nee, dat is helemaal niet. Het is juist hartstikke leuk nieuws. Als alles geregeld is, dus maak je daar geen zorgen om. Dat komt helemaal goed. Dus vandaar, ik heb vandaag niet gevlogd. Sorry daarvoor. Ik heb gisteren ook mijn dagvlog niet afgesloten. Dat spijt me ook. En ja, dat ze eigenlijk al kwijt wilde. Morgen moet ik weer werken. Dus het zou ook niet heel veel bijzonders worden. Het spijt me echt. Sinds dat ik weer werk heb ik niet heel veel te vloggen. Ja, wat meer. Ja, voor de rest heb ik eigenlijk helemaal niks te vertellen. Dus ik sluit lekker deze dag af. Wel trust alvast. En dan zie ik jullie morgen. Doei doei. Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe dagvlog. Nou mensen, ik ben eindelijk thuis. Het lijkt net alsof het al heel erg laat is in de avond. Maar het is pas 4:30. Ja, het is ook best laat. Ik heb vanochtend moeten werken. Van 10 tot 2. Daarna ben ik heel even naar mijn vader geweest. Want die woont even in de stad. En daarna ben ik naar mijn vader heel even naar de Kruidvat in Albert Heijn gegaan. Want ik heb gemberschotjes gehaald. En gemberthee. Aangezien mijn immuunsysteem altijd al heel laag is geweest. Wil ik dat misschien nu gaan opbouwen, want ze zeggen dat gember super goed is. Daarvoor, voor je immuunsysteem. Dus dat ga ik zo meteen proberen, dus dan neem ik jullie lekker mee. En wat wil ik nog meer zeggen? Ja, voor de rest eigenlijk niet heel veel, dat eigenlijk. Ik ben nu even aan het werken.
En dadelijk ga ik naar de vader van mijn vriend. Alleen het is heel regenachtig weer nu net. Nou mensen, wij hebben een lekker gemberstuurtje. Dus we gaan even schudden. Je moet wel eerst schudden, hè? Ik word het echt echt in mijn hoofd. Je gember is wel sterk. Kom iets meer naar mij. Ga ik weer naar sinaasappel. Oké, okay, ja? Zo. Tering. Gewoon janken. Ik vind het wel heel knap van je. Ik moet gewoon echt helemaal op. Ik ook. Maar het is wel pittig, hè? Oh, ik had het gevoel dat ik moest overgeven. Ik zat op een gegeven moment echt soort slikken. Ik begon nog steeds met kippen. Bij je ook. Lekker, hè? Ja. En? Vond je het lekker? Nee. Wil je het vaker doen? Dat is alleen malen. Je hoeft het niet meer. Nee. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe dagvlog. Lekker net gedoucht. Lekker mijn eigen kleurtje door laten komen. Maar die gaan we lekker uitborstelen. Ja, daar ga ik het over hebben. Ik heb gisteren natuurlijk niet meer verder gevlogd nadat we die gember shirtje hebben ingenomen. Ja, dat. Heb ik niet meer verder gevlogd. Dat ben ik namelijk gewoon vergeten. Dus excuses daarvoor. Ik moet er gewoon nog steeds aan wennen. Omdat het anders is. Met twee worstels. Wacht even voor. Ik moet even eerst die uitzoeken. Die. Oké, ja. Ik ga even verder praten. Dat komt omdat ik het niet echt druk of zo, maar ik ben het gewoon vergeten. En ja, dat. Soms voel ik me helemaal lekker uit mijn woorden. Ja, lekker haar is van. Dus het spijt me daarvoor. Ik probeer er elke keer weer voor te zorgen dat ik het niet vergeet. Maar ik ben gisteren ook gewoon de hele dag vergeten af te sluiten. Ik heb gisteren alleen op mijn avond wat avond gegeten. En voor de rest eigenlijk ook niet heel veel bijzonders. Dus dat is het eigenlijk. Ja, vandaag ga ik wel weer wat dingen doen. Dus ik probeer jullie daar wel weer in mee te nemen. En ik hoop dat ik niks vergeet. Daarvoor. Dus blijf lekker weer gezellig meekijken. En ik heb trouwens een vraag voor jullie. Want als ik heb gedoucht, of gewoon als ik dagelijks mijn haar borstel, verlies ik zoveel haar. En ik wil het eigenlijk niet zeggen, maar het lijkt dan echt of ik gewoon aan de chemo zit. Of ik gewoon elk moment kalkoorn aan het kijken wat ik er nu allemaal heb uitgeborsteld. Het is toch niet normaal? Hebben jullie misschien een tip wat ik daar tegen kan doen? Want ik weet het echt niet. En ik ben echt spuug en spuugzat. Ik heb trouwens ook dit leuke shirtje aan van Black Bananas. Dit, ja, leuk. Ik denk ook wel dat ik een andere broek aan ga doen. Want ik weet niet. Ik vind bij Black Bananas heb je zeg maar een hele lage onderkant.
en zeg maar de voorkant. En dat zit bij mij niet zo heel erg lekker. En elke keer probeer ik het weer, maar ik kan er gewoon op een of andere manier niet aan wennen. Dus kijk, zoals nu ook weer. Mijn hele borstel zit gewoon weer vol. En ik weet niet wat dat is. En het is ook gewoon heel vervelend, want ik verlies gewoon zoveel haar. Dat ik echt... Ja, mijn vriend zei het al laatst. Hij moest dan weer stofzuigen. En dan komt hij gewoon echt bossen tegen. Waar je echt gewoon denkt van... Hoe dan? Ik trek het ook gewoon zo uit mijn haar. Ik trek het er niet eens uit mijn hoofd uit. Het zit gewoon allemaal los. Het is gewoon... Kijk, nu weer. Soms vraag ik me echt af hoe ik nog zo dik haar heb. Want het is echt triest. Ja. Ik kan er voor de rest ook niet veel aan doen. Nou. Ik ga even lekker zo een staartje maken. Dat vind ik wel mooi. Daar heb ik gewoon een keer zin in. Onderkant. Niet om het afplukken, losplukken. Zo. Dan is dit ook weer gedaan. Ik kom een beetje naar die kant trekken ook nog. En dan is voor haar weer mooi. Zo. Nou jongens en meiden, ik ben helemaal opgefrist. Ik heb toch wel even een andere broek aan gedaan. En dan ga ik nu naar beneden. Als het goed is, heeft mijn vriend het ontbijtje voor mij gemaakt. Hoi allemaal, ik ga nu even iets mijn nageltje doen. Want ik wil weer nieuwe. En dan moet ik even mijn bril op voor doen. Want anders dan zie ik niet wat ik aan het doen ben. Dan wordt het één gekke huis. Eén klierenboel. En dat willen we niet. En ik ga het even lekker vanaf plukken. Nou ja, plukken. Ik kan het zo vanaf trekken eigenlijk. Het zit al best los, want ik had toch flink uitgroei. Dus dat gaan we nog even lekker doen. Ik moet eigenlijk ook echt die bril op gaan doen naar werk. Want ja, ik heb wel een andere bril nog hoor. Ziet er wel net eruit. Dit is echt zo'n avondbril. Ik vind dat altijd zo naar van die vleugels op mijn neus. Deze heeft namelijk geen vleugeltje aan de binnenkant. Wacht. Kijk, dit heeft zeg maar zo helemaal egaal. Want niet van die plastic dingen. Dat kan ik niet tegen. Helemaal scheet ik van. Nee. Zo. Tadaa. Helemaal eraf. Dan gaan we lekker de nageltjes veilen. Weer mooi maken. En dan zien we wel weer wat eruit gaat komen. Dus ik kom lekker bij jullie terug. Als mijn nageltjes nog gedaan zijn. Nou mensen, ik heb mijn nageltjes gedaan. Die zien er zo uit. Ik heb met een glitter randje. Ik weet niet of jullie dat goed zo goed kunnen zien. Een glitter randje in ieder geval. En ik ga nu mijn schoenen aandoen en mijn jas aandoen, want ik ga naar de fietsenmaker toe om mijn achterband te laten repareren. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe dagvlog. Ik ben eergisteren vergeten de vlog af te sluiten en gisteren heb ik niet gevlogd, want ik had werk van 2 tot 6. En in de ochtend ging ik gewoon lekker uitslapen, omdat ik niet helemaal lekker ben. Maar we beginnen de dag weer goed. Ik heb een kopje thee met honing gezet en we nemen vandaag weer even een... Ik heb hem tot nu toe elke dag ingenomen. Ik kon gisteren ben ik vergeten te filmen, maar...
zometeen weer werken van 10 tot 2. Dus ik heb vanmiddag nog alle tijd om jullie gezellig mee te nemen in mijn dag. Nou mensen, ik ben klaar met werk. Ik heb nog even wat langer doorgewerkt en ik moest nog kijken voor een nieuwe jas. Dus het is ondertussen al 3 uur. Maar ik heb een nieuwe jas gekocht. Ik heb deze gekocht. Bij de Decathlon. Ik weet niet of jullie hem hebben gezien. Hij is echt super fijn en echt heel mooi. Hij is een beetje ijsblauw-grijs of zo. Ik weet het niet helemaal. Maar als je hem dicht doet, heb je hier zakken. En hieronder in zakken. En hij tekent mooi, want je kan hem zeg maar de binnenkant verstellen. Kijk. Dus dan heb je nog een beetje heup. Wacht, misschien mijn camera wat lager zetten. Kijk, dan heb je nog een beetje heup als je hem dicht hebt. En het is een cashmere jas. Van de Barca Cashmere. Zo heet hij. Kijk, dan tekent hij mooi. Ik ben echt helemaal blij ermee. Je hebt hier ook knoopjes, zakken. De binnenkant heeft zakken. Hij heeft nog zo'n lekkere binnenvoering zoals dit. En dit is zo. Het is echt super fijn. Kijken. Kijk, hier heb je zeg maar zo'n binnenzak. En hier heb je ook zo'n netje. Alleen je hebt zeg maar hier ook een binnenzak. Dus dat is echt super chill. En ja, wat wil ik daar nog meer zeggen? Hij is 125 euro. En dat was het eigenlijk. Ik ben er echt super blij mee. Want ik had nog maar één winterjas. En dat is gewoon heel weinig. Want ik fiets echt super veel. En dadelijk is een keer een jas nat. Of ja. Dan is hij de volgende ochtend nog niet droog. Dus super fijn. Oh ja, en hij staat aan de onderkant van die ritsen. Dat als je aan het fietsen bent, dat je hem eventueel nog open kan maken. En dit is namelijk mijn oude jas. Hetzelfde bont. Het is echt bont, het is mijn bont. Alleen ik wilde eigenlijk hem echt bont hierop laten zetten. Maar dit is dus met een rits. En die andere zijn de knoopjes. Nou zitten er wel knoopjes aan de zijkant, maar dan zit hij aan twee kanten maar vast. Dus ik dacht, misschien kan ik daar nog wat aan veranderen. Maar dat denk ik niet, want dan kan deze jas niet op die andere. Dus dat is wel jammer. Maar dat maakt niet uit. Voor 125 euro. Hij is ook waterdicht trouwens. Dus helemaal blij mee. Dat is mijn nieuwe aankoop. En nu ga ik even wat eten. Want ik heb al vanaf vanochtend 8 uur niks meer gegeten. En ik ga echt helemaal kapot van de honger. Ja mensen. Ik heb zo net mijn nagel bijgewerkt. Want er was een stukje afgebroken op werk. Toen ik karton wilde kapot maken. Maar ja, gelukkig heb ik mijn eigen salonnetje. Dus kan ik het lekker zelf weer bewerken. En ja, dat is het eigenlijk. Ik ga vandaag niet meer heel veel bijzonders doen. Ik wacht namelijk nu tot 6 uur, want dan is mijn vriend klaar met werken. En dan ga ik daarmee naar huis, dan gaan we wat eten. En om 9 uur hebben we een verjaardag. Nou is het dus zo dat ik natuurlijk daar niet ga vloggen. Ik heb daar ook niet echt een filmpje mee waarin ik jullie kan meenemen. Want het is bij de, volgens mij, om mijn tante van mijn vriend. Ja, als ik het goed zeg. Misschien, ik weet echt niet meer precies hoe het zit. Dus daar gaan we heen en dan ga ik niet filmen. Dus ik twijfel of ik nu de vlog al gezet of later. Ja, dat is een beetje mijn dagplanning. Niet heel veel bijzonders. Dus ik kan jullie voor de rest ook niet echt ergens meer meenemen. Dus ik denk dat ik het gewoon bij deze dag laat. Sorry dat ik deze week niet veel gevlogd heb. Maar ik heb niet echt heel veel leuke dingen op de planning staan. Want ik werk natuurlijk nu ook heel veel. En ik ga dadelijk ook wat meer werken. Dus ja, dat, dat zit helaas niet in. Dat spijt me. Ik probeer natuurlijk wel gewoon nu elke week nog een weekvlog te uploaden. Maar het zal helaas niet meer elke dag zijn. Dus dan is het misschien een keer dat ik op een dinsdag vrij ben. En dat ik jullie dan wel meeneem in leuke dingen die ik ga doen. Maar zoals maandag moet ik weer werken. En dan heb ik weer een beetje dezelfde dag als vandaag. Niet veel bijzonders dus. Ik heb veel afspraken staan eromheen. Vanwege mijn lichamelijke gezondheid. Waardoor ik veel naar het ziekenhuis moet, naar de dokter moet. Dus ja, daar ga ik jullie natuurlijk ook niet in meenemen.
En ja, dat is het eigenlijk een beetje. Zoiets. Dus in wat ik jullie kan meenemen, neem ik jullie graag mee. Daardoor twijfel ik ook of ik per dag ga uploaden. Alleen, ja, het zal er geen lange vlog zijn. Ja, 5 minuutjes. Maar ja, een aantal mensen kijken wel. Dus reageer even wat jullie fijn vinden. Of ik dan bijvoorbeeld op de dinsdagavond iets moet posten. Als ik de dinsdag gehad heb. Of ja, dat wordt dan wel misschien die dag daarna. Dus stel je voor, ik heb maandag vrij. Dan komt die dinsdagavond online. Misschien zo. Dus reageer even wat jullie willen. Dan hou ik daar rekening mee. En anders wordt het gewoon in 1 week gestopt. Ik probeer mijn best te doen. Maar ja, dat zit er nu helaas niet echt in. Want ik ben hier niet zo heel goed in nog. Het komt wel natuurlijk, dat duurt even. En natuurlijk, andere YouTubers zijn ook vanaf jongens af aan begonnen. En die zijn nu pas op hun juiste rit, zeg maar. Dus dat duurt allemaal even. Ja, er komen natuurlijk ook weer wat andere spannende dingetjes aan. Maar ja, dat zien jullie allemaal later. Daar kan ik jullie nu nog helemaal niks over vertellen. Dus blijf vooral lekker kijken. Tips zijn altijd welkom. Die kan ik altijd gebruiken natuurlijk. Dus ja, ik ga bij deze lekker de weekvlog afsluiten. Als jullie meer van mij willen zien, volg dan zeker mijn TikTok even. Ik zal wel even een linkje hier in de beschrijving neerzetten. Of ergens hier in beeld, wat mijn TikTok-account is. Ik denk dat ergens hier in beeld misschien beter is. Hier, denk ik. Nou, ik zet het hier neer op mijn hand. Dus dan volg mij daar, want daar upload ik nog wel een paar dingetjes op. Vaak filmpjes op. Dus blijf daar vooral zeker naar kijken en volg me daar even op. En dan sluit ik het lekker af. Dus bedankt voor het kijken. Like en abonneer hieronder. En ja, tot volgende week. Doei doei!